Geachte heer voorzitter, geachte mevrouw de minister, beste collega's. Ik denk dat het terecht is dat in dit parlement ook de nodige aandacht wordt gevraagd voor het onderhoud van ons wegennet. En ik ben heel blij te zien dat eigenlijk vanaf alle banken hier in dit parlement de vraag vandaag komt om meer aandacht te besteden aan het onderhoud van ons wegennet. Ik stel vast dat de voorbije jaren nochtans enkel vanuit mijn fractie, CD&V, de nodige budgetten werden vrijgemaakt om blijvend te investeren in onderhoud en het wegwerken van de structurele achterstand in dat onderhoud. Mevrouw Smaars, laat u niet van de wijs brengen. Meneer de voorzitter, ik vind wel dat het parlement moet luisteren naar andere sprekers. Ja. Ben ik het volledig met u eens. U heeft gehoord wat mevrouw Smaars zei. Het parlement moet leren luisteren naar de spreker op het sprekersstoel. Ik stel voor dat mevrouw Smaars eerst haar punt maakt en dat u dan tussenkomt. Mevrouw Smaars, als wordt meneer Huibrechts weer kwaad op mij. Ik denk dat het heel eenvoudig is wanneer we de cijfers effectief bijnemen en echt naar de cijfers gaan kijken. Dan stel ik vast dat bij het begin van de vorige legislatuur er een historisch dieptepunt was van de budgetten voor het onderhoud van ons wegennet. En dat sinds het aantreden van onze minister-president Chris Peeters als voormalig minister van Openbare Werken, dat budget voor het onderhoud van het wegennet stelselmatig ieder jaar werd opgetrokken tot op dit ogenblik een huidig niveau van circa 100 miljoen euro. Dat is een niveau voor onderhoud van de wegen dat in het voorbije decennium niet eerder is voorgekomen. Dus ik denk dat dat de verdienste en terechte bekommernis altijd is geweest van CD&V, mijn fractie. En wij pleiten er ook vandaag nog voor om blijvend in te zetten op dat onderhoud. Niet alleen om het jaarlijks onderhoud van die wegen op peil te kunnen houden, maar ook om de structurele achterstand jaarlijks stelselmatig te kunnen wegwerken. En daarom vragen wij aandacht, blijvende aandacht, voor die budgetten onderhoud van het wegennet. Mevrouw Smaars, mag meneer Keul u even onderbreken? Mag meneer Keul u even onderbreken? Omdat de cijfers hebben natuurlijk in het debat natuurlijk hun gewicht, maar goede collega Smaars, dus binnen dat Vlaamse infrastructuurfonds, en ik heb het dan, ik ga het technisch doen, maar dan kan het ook nagetrokken worden. Als ik iets zeg, heb ik graag dat de aandachtige toeschouwer ook de proef op de som kan nemen. Het artikel MH7311DU, daaruit blijkt dat in 2010... De putten en de gaten zijn nooit zo erg geweest als nu, en de files ook niet. De kredieten met 28 miljoen en 704.000 euro worden verminderd als het gaat over investeringen in en onderhoud van wegen. Van twee dingen. Eén, het gaat hier niet over een bagatel, bijna 30 miljoen euro. Ja, het is wel waar. Meneer Keulen, als u maar alle ik veronderstel dat de minister daar straks u wel duidelijk antwoord gaat opgeven. Mevrouw Smaars. Als u naar alle budgetten kijkt voor dat onderhoud, zal u zien dat die budgetten, wanneer je ze samen bekijkt, doorheen de jaren, het voorbije 6 jaar, ieder jaar stelselmatig zijn opgetrokken. En dat dankzij onze minister en onze fractie. Vandaag wil ik hier in dit kader bijzondere aandacht vragen voor de E313. Dat is hier al een aantal keer gevallen. Maar ik denk inderdaad dat het terecht is dat die weg de laatste maanden erg te lijden heeft gehad. En we moeten zien hoe dat we die op korte termijn, denk ik, komende maanden met een structureel onderhoud terug kunnen aanpakken. Dus mevrouw de minister, ik vraag u vanuit onze fractie om blijvend in te zetten op dat onderhoud en nog meer werk te maken extra van het wegwerken van die achterstand in dat structureel onderhoud. Ten tweede zou ik mevrouw de minister vandaag willen vragen of zij reeds zicht heeft op de beschikbaarheid van het laatste rapport evaluatie van het wegennet, het Vlaamse wegennet. Collega Kaluwe heeft er straks ook al naar verwezen. En we zouden graag zicht krijgen op dat rapport om te weten welke conclusies we naar de toekomst toe moeten trekken uit het gevoerde beleid en het onderhoud. Ik denk dat we bijvoorbeeld vragen kunnen stellen bij de manier van putjes vullen, bijvoorbeeld op de E313, dat we de laatste weken ook gezien hebben. En moeten we niet naar een duurzamer vorm van onderhoud gaan kijken? Zijn er misschien manieren om de samenstelling van het asfalt en beton te veranderen om die meer duurzamer bestand te maken tegen extreme invloeden van weersomstandigheden en intensiteit van het verkeer? Dus ik vraag u zicht op dat laatste rapport en de conclusies die daaruit worden getrokken. En tot slot zou ik u willen vragen, er zullen werken noodzakelijk zijn. Ik zie vandaag de eensgezindheid van heel het parlement naar blijvend investeren in dat wegennet. Dus vraag ik u ook om goede coördinatie te voeren over die wegenwerken die noodzakelijk zijn. Een pakket minder hindermaatregelen op te maken naar die noodzakelijke wegenwerken, zodat de hinder voor iedere bestuurder tot een minimum beperkt zal blijven. We weten dat
dat een investering in dat wegennet de topprioriteit is om van een veilige en leefbare verkeersinfrastructuur te kunnen spreken. En dat is ook waar wij al jaren voor pleiten, die veilige, leefbare infrastructuur. Dank u. Mevrouw Smaars, meneer Reekmans, ik wil nog even. Meneer Reekmans. Collega Smaars, ik ga me niet laten verleiden in te gaan op uw bejubeling van de minister en de CD&V'ers in de Vlaamse regering. Maar toch concreet een vraag van mij als parlementslid, als ik even mag, collega's van CD&V. Dank u. U bent een parlementslid uit de Kempen. En ik denk, als u vanuit de Kempen naar Brussel wil komen, wat u doet, dat u de E313 moet nemen. En ik denk dat u terecht... De trein. Ja. Allee. Kunnen we elkaar van Vlaanderen... Dus de vraag zonder voorwerp. Tegenwoordig scoort je als fractie al inhoudelijk als je er kunt in slagen het vervoermiddel van het parlementslid aan te donen. Proficiat, CD&V-fractie, het niveau van dit parlement stijgt. Concreet, collega Smaars, ik wil komen naar mijn vraag. Hè. Laten we van de veronderstelling uitgaan dat u zelf dan niet, maar uw familieleden of uw geburen of uw mede-Kempenaren van de Kempen naar Brussel moeten en de E313 moeten gebruiken. Zou ik eens uw standpunt willen weten als parlementslid, hoe u de onthullingen vindt die AWV gisteren zelf bevestigde, dat de herstellingswerken aan de E313 niet conform het bestek gebeurd zijn? Hoe is uw standpunt als parlementslid van de meerderheid dat er herstellingswerken worden uitgevoerd en dat het bestek niet wordt gevolgd? Ik zou graag eens concreet van een parlementslid van de meerderheid dat horen en niet steeds van de minister waar het voorbereid wordt in overleg met AWV. Maar u als vertegenwoordiger van de Kempen, hoe vindt u dat we binnenkort een herstelling op de herstelling gaan hebben? Concreet. Ik zal daarop het antwoord van de minister afwachten. En ik vraag... Ik vraag het u. Nee, het antwoord is duidelijk. U heeft toch een mening? Goed. U vertegenwoordigt toch de Kempenaren hier? Ja? Ik vraag meneer Huijbrechts. Uw mening. Ik vraag u inderdaad Kempenaren. En daarom vraag ik, net maar zoals u dat mijn goed, fractie dat het bestek niet gevolgd jaren wordt. Meneer Reekmans, mevrouw Smaars heeft het woord. Onderhoud. Ik vraag dus, net zoals mijn fractie de voorbije jaren heeft gedaan, om op een constructieve manier, meneer Reekmans, in te zetten op dat onderhoud van het wegennet. Meneer Reekmans, wil u mevrouw Smaars laten uitspreken, alstublieft? Ja, meneer, als de antwoord voor u niet goed is, dan begint u te onderbreken. Ik mag hier niet herhalen. Mevrouw Smaars heeft het woord. Gewoon haar repliekje van daarnet. Mevrouw Smaars heeft het woord. Mevrouw Smaars. Ik kan alleen maar op een constructieve manier meewerken aan wat dat goed is voor de wegbestuurder en voor de veiligheid. En ik zie dat mensen gewerkt hebben aan die weg. Ik kan ook niet eraan doen, de minister ook niet, dat het vriest en dat we een aanhoudende vriesperiode hebben. Niet, hè? En wat we wel kunnen vragen van het parlement is om te waken over die blijvende budgetten voor dat onderhoud. Ja, dat was voor mijn de rest vraag van niet. De concrete Allee. Vragen op u, of concrete antwoorden op uw specifieke vraag, ik kan ik snappen naar dat je mijn vraag niet van buiten geleerd hebt, maar dat is mijn meneer vraag. Huijbrechts. Allee, bedoel. Meneer Huijbrechts,